Van alle mensen die Amsterdam verlaten is een derde tussen de 30 en de 40 jaar oud. Dertigers dus. In 40 jaar was dat aandeel niet eerder zo hoog. Hé, hey, kom verder. Martijn en Lisette snappen wel wat wonen buiten de stad zo aantrekkelijk maakt. Zij verlieten hun appartement op één hoog in de pijp voor een benedenwoning met tuin in Ouderkerk aan de Amstel. We hebben Amstelveen gekeken, we hebben in Aarlem gekeken, we hebben in Eemstede gekeken en uh, we hebben in Ouderkerk gekeken. En uiteindelijk hebben we in, in Ouderkerk uh, het mooiste huis uh, gevonden wat we konden vinden. Gezinsuitbreiding, de mogelijkheid om op afstand te werken en de beschikbaarheid van de elektrische fiets droegen bij aan hun keuze. Het verhaal van Martijn en Lisette is een schoolvoorbeeld van de huidige trend. Zo laten de cijfers van de gemeente Amsterdam zien dat er sinds 2013 elk jaar meer dertigers, vaak met jonge kinderen, vertrekken, met 2021 dus als hoogtepunt. Stadsgeograaf Hester Boy onderzoekt hoe die trend zich door de jaren heen vormt en ontwikkelt. We zien inderdaad een groeiende uitstromen van vooral gezinnen uit de stad. Het is begonnen eigenlijk in 2013. Dat was het moment dat die, na de economische crisis de woningmarkt weer van het slot ging eigenlijk. En heel veel mensen hebben daarna die stap gezet om buiten de stad te gaan wonen. Vervolgens kwam COVID, we wilden graag ook een grote wonen, meer kamers, en we hadden ook kinderwens. En zo zijn we eigenlijk weer Amsterdam uitgegaan. Ook in de jaren 70 en 80 vertrokken veel dertigers. Toen vanwege de veiligheid. Nu om andere dingen. En dan heeft het gewoon met, uh, met vierkante meters te maken en waar je die kan krijgen. En uh, heel veel mensen kunnen dat niet in Amsterdam vinden. Dus wij zien heel veel vrienden om ons heen die naar dorpen rondom Amsterdam verhuizen of soms zelfs iets verder weg. Maar of het ook schadelijk is voor de stad, Boy denkt dat het wel mee zal vallen. Nee, want er zijn nog altijd weer uh, jonge mensen die naar de stad toekomen en die weer een gezin starten.